deze gloednieuwe video. Dit keer hier vanaf Standdaarbuiten, ofwel het Zwammegat. En tevens is dit de allereerste keer dat ik de liggersoptocht ga bezoeken. Ik ben benieuwd, dus ik laat me gewoon lekker verrassen. Ik heb al van meerdere mensen gehoord van dat lichtjes met de muziek een echte show is. Dus daar ben ik sowieso al benieuwd naar. Ofwel, ik zou zeggen, geniet van de liggersoptocht hier vanuit Standdaarbuiten, ofwel het Zwammegat. Ik zou zeggen, tot straks. En dan de laatste is vanaf het Kielengat uit Breda. Maar ik zou zeggen, geniet van de liggersoptocht hier vanaf het Zwammegat, ofwel Standdaarbuiten. Hartelijk welkom bij de lichtjesoptocht in ons mooie Zwammegat. Goedenavond, graag publiek. Hartelijk welkom hier in het Zwammegat. Een heel klein dorpje, maar een dorpje wat nog heel kunnen beamen. Ik wens jullie heel veel sterkte hier. Afzet aan het strand, is komen weer terug. Als jij die handen, zing maar op jouw liefde, gelukkig zijn. Oh, ja. Ja, want zonder jouw liefde. de signorina, kan ik niet meer licht. Dames en heren, CV de vrolijke plakjes en die aap hier op de muur en Zwammegat. Het is wel ondersteld, dat smaakt mij wel. Kom maar naar mijn plekje. Draai om. Ze zei ik ben naar jou op zoek. Ze zei ben jij nog vrijgezel. Nee, ik wil wippen. Wieso? Deze PC, de torenbouwers, hebben tevens ook bij ons in Roosendaal meegereden. Dus daar zag je het overdag en nou in het donker. Die torenbouwers. Ofwel echt leuk dat er ook wagens uit Standdaarbuiten bij ons in Roosendaal meerijden. Echt grappig. En dan zie je dan weer hier weer terug. Deze even dicht, helaas. Ja, maar deze even dicht. Nou, bij de hens aan dek! Hier is het Jack! Gelukkig even uit, hè! Beetje zwak is lang! En een volle spuit, keer op keer! Ja! We're vast dat zij stopten bij een brouwerij genaamd de Draaie Deur en brachten, daar maakten zij van water, gist, mout en hop een drankje dat zij bier noemden. Het smaakte zo goed dat deze boeren zich hier vestigden en gezinnen stichten waarvan de kinderen later niet werden van W.C. Duilenbalkers. Mijn naam is Baron Hond en jij plaats bevallen vindt dat de wereld van het goud hier in de Zwammegat schijnt. Ik heb de laatste maanden met mijn oorlogs hart gereed aan een heuse grootmijn, welke ik vanavond zal onthullen. Cocktails, cocktails, aan de slag, we zullen het goud vinden. Zijn jullie nu echt helemaal teruggedraaid? Die witte wieven bestaan helemaal niet. Dames en heren, het is ons gelukt. Het goud is gevonden. WC de Kids 2019. We graven deur, we draaien deur, het blinkende goud, daar doen we het voor. What's up, van vanavond en vannacht code geel gegeven voor Brabant. Hallo, hier zijn voetbalschoten. Oh, toen is het koud en vuur. Dus hè, rode kapot. Bijna heel Nederland heeft last van het winterweer. Een maatschappijontwrichtende hoeveelheid sneeuw noemde het KNMI. En dus werd het begin van de middag het hoogste weeralarm afgegeven. Code rood. Zwammegat, de geuzen draaien door. Hiervoor nemen jullie mee terug in de tijd. Het was in de 80-jarige oorlog dat de geuzen hier waren en alles hebben geplunderd en gejat. Maar nu, 450 jaar later, zijn ze terug in het Zwammegat met hun geuzenmobiel. En van hun krijg je ook een leutige ziel. Zij brengen terug wat ze toen hebben gejat. Dat is namelijk jullie eigen gouden schat. Dus werd hij wakker met een andere boog. Hij dacht, ik moet over een andere boog. Nee, ik ga nooit meer naar de kroeg. Maar als ze vrienden bellen, dan vanuit de rij. Want als je eenmaal van mijn feestje hoort, gaan alle mannen overboord. Dus uitschuif, daar komt hij aan. In Polonaise schuif maar aan. krakjes. Als ik wil gaan stoppen, hoef ik nog niet te droppen. Als ze op naar het café. En na een avond meester, en gezellig feesten, neem ik weer een meisje mee. Zo kom ik met mijn scooter, zonder veel getoeter, overal waar ik moet zijn. Ik hoef mijn gas te geven, moet geen bumper kleven, en volgens mij een centje bij. Hierbij hoop je dat je hebt genoten van deze leuke liggersoptocht hier vanuit Zwammegat, ofwel Standdaarbuiten. Het was de eerste keer dat ik hem had bezocht. Als ik even moet zeggen, het is echt heel leuk. Sowieso hoe je bepaalde wagens dan ineens in verlichting ziet. Met rook, show. Ja, ik heb er gewoon geen woorden voor. Hoe je op zo'n manier een wagen heel mooi kan bekleden met verlichting, rook, geluidseffecten en noem het maar op. Vergeet natuurlijk niet alle blauwe duimpjes te drukken. Natuurlijk op dit YouTube kanaal te abonneren voor meer leuke reviews, vlogs, onrides en offrides van pretparken en kermissen. En hier vanaf Standdaarbuiten ofwel Zwammegat zeg ik tegen je, doei, punt en houdoe. En tot de volgende keer.